30 jaar zit hij vast. Een jongen van onze leeftijd, bij wijze van spreken. Hoe horen we Amerika terug op de nieuwste ellende? Of is dat niet echt aan te wijzen? Jawel, dat is heel goed aan te wijzen. Ik heb een... Het mandoline nummer vind ik wel... Het is echt een Amerikaanse mandoline, dus muzikaal hoor je wel wat dingen terug. Ik heb een cover opgenomen weer, een Amerikaanse cover van een meisje heet Miranda Lambert. Miranda Lambert. Ze komen uit Klasine ben komen als je het zo leest, maar een zangeres en ik hoorde dat daar op de radio. En het gaat over, haar lied heet Everybody Dies Famous in a Small Town. En ik heb ervan gemaakt, op een dorp is iedereen een beroemdheid. En dat gaat gewoon over hoe het gaat op het dorp. En ik heb een lied over een jongen uit Drenthe. En het is een waar gebeurd verhaal. En ik ben daar gewoon een troubadour die daar een verhaal vertelt. In de oude traditie van de liederen, zangers. En dat lied gaat over die jongen. Hij komt uit Drenthe en hij is gaan werken in Alabama. Hij heeft daar een ongeluk gehad. En het is een heel dramatisch verhaal, een heel erg verhaal wat daar gebeurd is. Jongen, dat is hem helemaal mislukt. Hij is in de gevangenis terechtgekomen daar, voor een heleboel jaar. En die zit daar helemaal, klem. Heb je hem ontmoet of alleen verhalen? Nee, ik had het gehoord via een kennis van mij, dat verhaal. Ik heb het op internet opgezocht, hij heeft een site. Er is een programma op de televisie, dat heet iets van Achter de Vreemde Tralies of zoiets. En zit daar in die gevangenis. En ik hoor dat verhaal, ik werd er bijna beroerd van toen ik het hoorde. Het was een hele toestand. En ik had gewoon het gevoel dat ik heb dat lied gewoon gemaakt. Ik was de hele dag daar helemaal raar van. Wat een verhaal, man. 30 jaar zit hij vast. Een jongen van onze leeftijd, bij wijze van spreken. En ik had een lied gemaakt en bij de andere liederen gelegd, misschien wel. En de hele tijd bleef dat naar voren komen. En omdat ik mij altijd zo positief uitlaat over Amerika. Dit is het negatieve van Amerika. Dat slaat nergens op. 30 jaar, dan moet je hier toch heel wat voor doen. Dan ben je 30 jaar opgesloten. Nee. Dus en ik hoop zo, Niet dat ik dat nummer maak van, ik ga het lans breken van helemaal. Ik heb gewoon in de traditie van het troubadour zijn om het verhaal door te vertellen. Gewoon ik wil dat het verhaal verteld wordt en gehoord wordt. Heb je dat nummer ook op een of andere manier tot die jongen laten komen? Of ben je dat nog van plan misschien? Ja, dan ben ik wel van plan, maar ik kijk even wat er gebeurt. Het is allemaal nog zo vers, de plaat is net klaar. Ik ben net, ik speel het nummer in de theaters en misschien dat op de een of andere manier wel... naar hem toe komt en anders. Ja, ik weet het, misschien vinden ze wel helemaal niks als je het hoort. Misschien denk je van, wat is dit dan? Dat risico neem ik even, want ik vind het een verhaal wat gehoord moet worden. Ja, Alleenig 3 beschreef je vorige keer als een plaat over tragische zomers. Of tenminste, als thematiek een tragische zomer. Hoe zou je de herfst op Alleenig 4 omschrijven? Ja, herfst. Ik heb het al eerder gezegd, herfst, als je in Saxisch zegt, is herfst. En in Anglo-Saxisch, in Engels, is het harvest, is oogst. Dus het is voor mij een beetje de oogst van vier alennes. Er gaan een paar lijnen door. Ik leer van mezelf.